Ja, we kregen vanochtend om iets over 4:15 een melding dat er heel veel rook in het pand zou staan in de strandtent Hippiefish. Dat bleek uiteindelijk toch een flinke brand te zijn. En zoals je kan zien zat het hele pand in brand en zal het ook geheel afbranden. Dat is een schoonmaakster die om 4:15 een melding deed van veel rookontwikkeling in het pand. Wat de oorzaak daarvan is onbekend. En dan snel bleek de rook een flinke groot brand te zijn in het pand. Ja, we laten hem gecontroleerd uitbranden. Er is natuurlijk altijd wel gevaar dat hij toch nog wat vonken overslaan aan parende gebouwen. Dus we zorgen echt dat het goed uit is, veel water erop. Maar het kan inderdaad nog wel een paar uur duren voordat hij echt uit is. Ja, wat is tot die tijd het advies voor mensen? Het wordt morgen, of in ieder geval zometeen, wordt het heel lekker weer. Mensen gaan naar het strand. Wat is voor hun het advies? Ik denk dat het dan rond een uurtje van 9 misschien allemaal al uit is. Dus daar zullen de mensen niet zo heel veel van merken. Maar ja, als je hier toch hulpdiensten ziet, geef ze de ruimte. Er wordt wel hard gewerkt hier. Dus, Ja, de rookontwikkeling ging tot ver. Richting de Noordzee. Hebben omwonenden hier nog last van gehad? Nee, dat is een geluk bij een ongeluk dat de wind aflandig stond. Zodat de omwonenden daar geen last van hebben. Ja, zijn er gewonden gevallen bij de brand? Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij deze brand. Ja, er is een hoop water, hè? Er is zee. Waarom wordt de brandweer dan toch met slangenwagens en extra water opgeroepen? Je zou in principe kunnen blussen met zoutwater. Dan zou je een pomp moeten leggen in het water. Maar met getijden en met zoutwater is dat niet wenselijk. En dat heeft onze voorkeur om dat dan gewoon te blussen met gewoon water. Dat is voldoende voorradig. Dus dat heeft dan onze voorkeur.